Apache-traan. Apache-traan is een zwarte steen als je het zo ziet. Maar als je hem tegen een halogeenlamp houdt, dan zie je dat hij half doorschijnend is. Dat betekent dat hij veel licht bevat. En wat hij doet, hij werkt op het gele gebied. Dat betekent hij werkt op het gebied van de maag, alvleesklier, gal en lever. Dat is ook het gebied van je energievoorraad. Dus wat hij doet eigenlijk is, hij helpt tegen maagzweren, ontsteking van je maagslijmvlies, onaangename geuren vanuit de maag. Hij zorgt voor een betere opname van vitamine B en E. Dat is ook belangrijk, dat kunnen ook mensen niet goed opnemen door allerlei omstandigheden. Een interessant stukje over waarom Apache-traan Apache-traan heet. Die Apache-tranen die ontstonden van vloeibare obsidiaan. Het is obsidiaan, dit is zwarte obsidiaan. Maar die obsidiaan die was vloeibaar ten gevolge van vulkaanuitbarstingen. En werd door plotselinge afkoeling van water of ijs in deze druppelvorm geboren, zou je kunnen zeggen, ontstaan. Een ander verhaal is Apache. Waarom Apache? Nou, Apache, Indianen. Het verhaal gaat dat de blanken die namen zeg maar het land af van de Indianen in ruil voor buskruid, in ruil voor drank. Nou, Indianen werden dronken, die wisten niet meer wat ze deden en ze verkwanselden eigenlijk hun kostbare land. En het verhaal gaat dan dat ze zoveel verdriet daarover hadden dat hun tranen, hun Apache-tranen, versteenden en op hun land gevonden werd. Nou, dat is een leuke anekdote. Vandaar de naam Apache-tranen. Het is een steen die je meer zelfvertrouwen geeft, meer liefde geeft. Hij vergroot je weerstand, wat ook belangrijk is voor een hoop mensen. Hij pakt de bierbuik aan. Hij ruimt je vetreserves op en je hele spijsverteringssysteem wordt een stuk beter. Hij werkt voor alle chakra's tegelijk, waarbij ik wel moet zeggen dat het derde chakra, je zonnevlecht, het gebied van de maag, alvleesklier, gal en lever, dat is eigenlijk zijn belangrijkste gebied waar hij op werkt. Het is een steen die ook je bloed zuivert. Hij regelt een onregelmatige hartslag. Hij pakt hartinfarct in een voorstadium aan. Dus het is eigenlijk ook een steen om zeker preventief te dragen. Maar ook na een hartinfarct of als je snel de neiging hebt om cholesterol op te bouwen in je bloedvaten, dan is het een geweldige steen daarvoor die dat allemaal aanpakt. Apache-traan, supersteen. Ametrine. Dat is een mix van amethyst en citrine. En heeft dan die beide werkingen van de amethyst en de citrine. Maar er is een extra situatie aan toegevoegd. Wat hij bijvoorbeeld extra doet, dat is hij.